NDP-parlementariër van Ikeri, Rashid Doekie, heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée het beleid van de regering met hand en tand verdedigd. Op het geklaag van de oppositie dat deze regering het land in een crisis heeft gebracht, zei hij dat Suriname altijd al in een crisis heeft verkeerd en zich eruit heeft gered. Zelfs toen er sprake was van een wereldcrisis, heeft Suriname zich eruit kunnen redden, betoogde hij. Naar de mening van Doekie doet de oppositie haar uiterste best om de macht over te nemen, terwijl ze juist debet is aan de crisis in Suriname. Maar we hebben ook getoond als klein land dat wij uit deze impasse kunnen geraken vanaf toen en nu en ook in de toekomst. Dat is Suriname, Gods land, voorzitter. En ik begrijp dat je mensen zult hebben die vanwege bepaalde doldriestheid om aan de macht te komen en het land verder te gaan vernietigen zoals ze 60 jaar hebben gedaan. Dat willen ze. Maar dat gaat het nu niet lukken, voorzitter. Omdat we pas revidentie hebben gehad. Op 25 november 1975 hebben we administratief dit land overgenomen. De parlementariër bracht enkele liederen van de jaren 60 ten gehoren om de crisis van toen uit te drukken. Zijn gezang werkte op de lachspieren van de overige parlementariërs. Maar in de jaren 60, na 70, toen had je de NDP niet. Toen had je president Bouters niet. Toen hadden we een meneer, die heette meneer Bikhari, schooldirecteur van de Strivichne School. Hij speelde in een band. Voorzitter, ik praat over de jaren 60. En hij had een lied gemaakt, voorzitter. En dat lied klonk in Oostaans. Bigger geile baba, bigger geile mai. Chal dek de swake agi roai. Weet je wat hij zong? In de jaren 60, voorzitter. Jaren 60, voorzitter. Ik ga u vertalen. Nee, nee. De man zegt. Oma, dus Nani, Apori. Al dus NDP-parlementariër Rashid Doekie gisteren in de Nationale Assemblée tijdens zijn spreekbeurt over de begrotingen van het jaar 2018.